Op 17 september 1944 landden hier in Eer de parachutisten ter ondersteuning van de operatie Market Garden. Vandaag, precies 75 jaar later, werd deze historische luchtlanding herdacht. Een groep van 60 parachutisten van Round Canopy Parachuting Team The Netherlands sprong in twee groepen vanuit een C-47 boven de vlagheide. Een van de eerste die veilig landde was Erwin Jansen uit Eerde. Het was voor hem een bijzondere sprong. Het was prachtig, ja. En zeker op deze dag, op dit moment, 75 jaar geleden, dat ze hier sprongen. En dan deze sprong te mogen maken en wij dragen hem op aan Bobby Hunter. Ik heb vandaag een zwarte band om. Dat is ter ere van Bobby's zoon, die normaal altijd met ons meespringt. Die is een paar weken geleden overleden, dus vandaar dat we vandaag hem ook herdenken. Het is een bijzondere sprong vandaag. Er waren ook nog 3000 kunstbloemen geplant. Heb je er iets van meegekregen? Ik heb het gisteren gezien, maar vanuit de lucht heb ik er helemaal niks van gezien. Maar ik moest vechten tegen de wind, want de wind dreef me richting de bomen. Dus ik moest alle zeilen bijzetten om het veld te halen. Maar het is goed gegaan? Het is goed gegaan, ja. Ja, dank je. Ook het publiek rondom het landingsterrein genoot. Ja, ik vind het mooi. Kijk, want wij en jongeren, die hebben het nooit meegemaakt. Die hebben dat nooit meegemaakt. Ja, wij beleven het wel hoor, helemaal. Ja, komt het dan weer net zo hard binnen? Ja, als we over beginnen wel. Ja, natuurlijk. Ja. Mooi en cool om te zien. En weet je ook waarom dat ze deden? Omdat 75 jaar geleden was Nederland ongeveer redelijk bevrijd. Ja. Twee parachutisten van destijds. De 98-jarige Jim Martin en de 94-jarige Vincent Speranza kwamen net als 75 jaar geleden ook weer naar beneden. Nu met een zogenaamde tandemsprong. Jim Martin reageerde trots. Yeah, well, nice jump. How was it to be? You got the right people, it works right. Well, it's, you know, it's quite a thing. After all, I'm 98 years old and I can still do it. Well, nobody's shooting at us now. Well, it's pretty wonderful. That's all I can say. But you know, I'm just a regular guy that just happened to be in the right place. You're a hero, sir. And have the right people working with me. Thank you. Ook Vincent Speranza kreeg een helder onthaal. De adoptieklas van basisschool Petrus en Paulus zong hem toe. They picked him up still in the chute and poured him from his boots. He ain't gonna jump no more. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory.